Nieuws uit Nijmegen staat hier bij Amira Willighagen voor de deur. En we gaan de familie uitnodigen voor een ritje in de Hummer limousine. Dus kijken of ze mee willen. Goedemorgen. Hallo. We willen u graag uitnodigen voor een ritje in de limousine. Oh, dat is ontzettend leuk. Ja? Ja. Je bent met zingen begonnen. Dat was ook een van je hobby's. En toen dacht je, ik ga opera zingen. Ja. Dat vond je meteen het mooiste? Ja. Amira, heb je nog heel veel andere hobby's? Ik doe ook aan atletiek. En ik hou ook van schrijven. En ik doe ook turnen. En ja. Ja. En je houdt ook heel veel van dieren? Ja, ik hou ook heel veel van dieren. Want ik heb een hamster, een dwerghamster eigenlijk. En een moederkat. Een andere kat en 4 kittens. En 2 kittens die zijn weggegaan. 1 naar mama's vriendin en de andere naar de buurvrouw. Ja, en ik heb ook een schildpad en hij heet Schildpaddy. Hoe vinden de kinderen bij jou op school dat je in Holland's Got Talent zit? Heel leuk. En 1 vriendin zit nu in de limousine. En ze heet Roos. En de kinderen op school vinden het ook heel leuk. Je hebt een hele mooie jurk aan vandaag, hè? Kies je zelf je kleding uit of heb je al net zoals een echte ster een kledingstylist? Nou ja, mijn moeder helpt me een beetje met kleren uitzoeken, maar ja. Wie beslist er echt wat je aan mag? Mama en ik een beetje allebei. Nou had je stemproblemen, je was een beetje ziek geweest de laatste tijd. Hoe is het daar nou mee? Goed. Je hebt geen antibiotica meer? Nee. Dus je bent veel aan het oefenen? Nou, niet heel veel. Nou ja, wel aan het oefenen, maar niet super veel. Want ik doe ook nog leuke dingen ofzo. Maar je moet deze week moet je een nieuw liedje instuderen voor de finale. Hoe doe je dat dan deze week? Nou, soms moet ik naar Hilversum, maar ik oefen ook thuis en ook bij Hilversum. En kan je ons al verklappen welk liedje jij gaat zingen? Nee, dat is verrassing. Ben je zenuwachtig voor je optredens? De eerste keer, de tweede keer en nu sta je in de finale. Dat is wel echt heel spannend. Nou, ik vind het wel leuk om te doen, maar ik ben niet echt heel erg zenuwachtig. Nee, want je slaapt goed, hoor ik net. Ja, ik slaap heel lang uit. Wie is eigenlijk op het idee gekomen om Amira op te geven? Nou, eigenlijk Amira zelf. Ze wou heel graag meedoen een keer met een talentenjacht op tv. Ze wou graag op tv komen. Alleen we dachten, ja, waar kan ze dan het beste aan meedoen? Voice Kids. En Holland's Got Talent zagen we ook, maar we wisten niet eens dat je daar zulke jonge kinderen al voor op kon geven. En het bleek dus, toevallig kwamen we erachter dat het kan. En toen hebben wij haar opgegeven voor haar, maar ze wou het helemaal zelf. En hadden jullie dit verwacht zelf? We wisten wel dat ze mooi kon zingen natuurlijk, maar we hadden niet verwacht dat dit zo'n grote impact zou hebben. En dat die beelden zo snel de hele wereld over zouden gaan. Nou ben ik al de hele tijd nieuwsgierig. Wat betekent de naam Amira eigenlijk? Amira betekent prinses in het Arabisch. Hoe kijken jullie uit naar zaterdag? Eigenlijk, ja, het is natuurlijk wel spannend, maar ik denk dat Amira heel rustig blijft en dat ze heel mooi zal zingen. En u heeft al een mooie outfit bedacht weer? Ja, we zijn met z'n allen aan het nadenken wat Amira allemaal leuk zou vinden voor de finale. Maar we zijn minder gestrest dan met de halve finale. Op een of andere manier. Het is niet dat wij nou ook zo gewend zijn, maar de halve finale denk ik was zo spannend omdat Amira te ziek was. En nu denk ik van ja, het is gelukkig zo snel alweer voorbij. En met de halve finale moest ze wat 2 maanden wachten. Dat is best wel lang. Welke instrumenten spelen jullie allemaal? Mijn vader die speelt op de piano en op de orgel in de kerk. En Amira die zingt. En speelt een beetje bootje klein op de accordeon, zo'n bootje klein, roei, oeps, maar fijn. En mijn moeder die speelt viool en die ook een klein beetje blokfluit. En ze speelde vroeger ook piano, maar dat vond ze helemaal niet leuk. Dus ze moest erop staan om te oefenen, maar dat wou ze helemaal toen niet doen. Ze speelt niet echt meer piano.